Lars Veldwijk staat met Dordrecht op de 11e plaats. Thijssen er één plaatsje onder. Voorafgaand aan de wedstrijd was er veel contact tussen beide vrienden. Ja, we hadden natuurlijk geappt en gebeld. We zouden alle twee scoren en bij corners zouden we elkaar niet dekken, zodat we alle twee konden scoren. Maar ja, zag ik op het blaadje aan de kleedkamer dat ik Lars moest dekken. Toen zei ik al, trainer, waarom doet hij dat? Maar ja, ik heb het maar gewoon gedaan. En waar Veldwijk dus werd gedekt door Thijssen, werd de verdediger zelf even vrijgelaten en scoorde de enige goal van de wedstrijd. Thijssen had veel vrijheid en zijn goede spel viel op. Ja, hij heeft zijn duels gespeeld en hij heeft het goed gedaan. Hij had lekkere vrijheid op links. Dus ja, hij ontwikkelt zich goed. Ja, hij heeft een goede wedstrijd gespeeld. Ja, ik vond het op zich ging het wel oké. We probeerden te voetballen, eigenlijk de eerste helft. Nou, een paar keer kwamen we doorheen, maar het ging erg moeilijk. Bij Dordrecht ook. Verdedigend stonden we goed. En ik kon een belangrijke en mooie goal maken, vond ik zelf. Dus, ja. Thijssen speelde dus een goede wedstrijd. Lars Veldwijk was een beetje ongelukkig in zijn acties. En het meest besproken moment van de wedstrijd was dit. Een penalty of niet? Ja, hij was eerst even beginnen verdrink komen. Daarna is hij er goed vandoor. Dus dan gaat hij één op één met de keeper af. Ja, ik weet niet, misschien tikte onze keeper hem licht aan. En was het misschien een penalty. Maar ja, ik zeg niks. Vond ik best wat de scheids. Okay, ja. Meteen naar de andere. Ben je geraakt of niet? 100%. Ik ben net naar de keeper toegelopen. Hij zegt 100% penalty. Ik ga hem voorbij op het moment wil ik schieten. En hij pakt gewoon mijn voet vast. Dus het was duidelijk 100%. Maar de scheids zegt nog steeds dat het niet zo is. Maar ja, die heeft wel meer foute beslissingen gemaakt vandaag. Maar laat ik het maar bij. Niet alleen de gemiste strafschop was voor Veldwijk een reden om te balen. Dordrecht speelde een matige wedstrijd. Ja, het was niet mijn beste wedstrijd. Ik denk dat het voor ons team sowieso de slechtste wedstrijd van het seizoen is. Want we kwamen totaal niet aan het voetballen toe. Maar het kwam niet door jullie. Maar ja, het was geen goede wedstrijd van ons. En van mij persoonlijk ook niet. En eigenlijk een klote wedstrijd voor ons. Het was sowieso geen gelukkige week voor Lars Veldwijk. In tegenstelling tot de gelukkige Thijssen werd zijn contract niet verlengd. Toch zal het niet lang duren voordat hij bij een andere club kan gaan tekenen. Ja, er spelen al wat dingetjes en dat komt wel goed, denk ik. Mag ik al vragen welke dingetjes? Ja, ik zeg er nog niet te veel over, want anders zeg ik misschien dingen die niet kloppen. Maar er is wel al wat interesse. Ergens anders of hier? Ja, hier ook, maar ik wil toch verder kijken. Waar Veldwijk heen gaat, blijft dus nog even onbekend. Hij liet in ieder geval wel een blijvende herinnering achter bij Thijssen door hem een bloedlip te geven. Ik kopte mooi tegen Lars aan, tegen zijn achterhoofd. Volgens mij deed hij het expres, maar ik kan veel hebben hoor. Dacht je, pak hem nog even terug op het einde? Ja, ik denk hij kan niet ongeschonden uit die wedstrijd komen zo als matchwinnaar. Maar hij is wel knapper op geworden, dus hij kan het hebben. En afgelopen maandag scoorde Thijssen weer de winnende goal voor FC Os tegen Almere City FC. Hierdoor hebben Os en Dordrecht nu 34 punten. Het doelsaldo van Dordrecht is iets beter.